Ajax tegen Vitesse. In de arena is Jeroen Gruter onze commentator. Boerichter. Wel veel dreiging in de acties van Derk Boerichter. Goeie voorzet. En daar de kopbal van de Jong die overgaat. De vrije trap is niet al te best getrapt door Nicky Hofs. En de bal helemaal niet goed gecontroleerd door Frank van der Struik. Daar komt Merits. En Merits heeft de bal. Uitstekend gedaan door die pas 19-jarige keeper uit Estland. Die de positie tussen de palen overnam. Nadat Eloy Room geblesseerd raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Sampdoria weet hier het duel van Eriksen, maar speelt de bal vervolgens te ver voor zich uit. Boerichter. Weer krijgt Van der Struik geen enkele vat op Derk Boerichter. Maar net als een minuut geleden komt er assistentie uit Estland van doelman Merits. Alderwereld. Fraaie paas op Christian Eriksen. Eriksen zoekt ruimte voor het schot. Rebound Boerichter. Via de hand van Merits op de paal. Het begint bij die schitterende paas van Toby Alderwereld. Dan de individuele klasse in de actie van Eriksen. Maar let eens op Merits. Die eerst redt op de inzet van de Deen. En daarna op de inzet van Boerichter. Alderwereld. Naar Van der Wiel. Half uur gespeeld. Nog altijd 0-0. Natuurlijk domineert Ajax. Maar Vitesse is lastiger te kraken dan misschien vooraf werd gedacht. De ploeg speelt gegroepeerd, geeft weinig ruimte weg. Maar hier liggen meestal wel de mogelijkheden voor Ajax. In die duels tussen Boerichter en Van der Struik. Alleen kan niemand een vervolg geven aan het goede voorwerk van Derk Boerichter. Jansen stuurt de boel aan vanuit het centrum. Soleimani nu overgekomen vanaf de rechterkant. Jansen. Schot Jansen. En Soleimani voor de rebound, maar Merits heeft de bal alsnog. Hofs. Prupper kan hem op inhouden en neemt hem knap mee. Prupper met wat geluk. Eriksen moet mee verdedigen, maar dat is natuurlijk niet het sterke punt van de Deen. Hofs op Van Ginkel en Van Ginkel stuit uiteindelijk op Kenneth Vermeer. Maar daar was de eerste echte kans voor Vitesse. 11 minuten voor rust. Knap gespeeld door Nicky Hofs. Een meer dan verdienstelijke redding van Kenneth Vermeer. De Ajax-keeper komt glansrijk uit deze test tevoorschijn. Anita. Sigtorsson. Goed aangenomen. Niemand pakt hem aan. Dan maar schieten. Ho. Prupper. Van der Struik. Voor de eerste keer vanavond op de helft van Ajax. En een goede voorzet op Boni. En de bal wordt uiteindelijk nog uit de doelmond weggehaald. Heel spectaculair door Toby Alderwereld. Een perfecte voorzet van Frank van der Struik. Precies tussen de keeper en de verdediging. Boni, maar dan Alderwereld. Er is geen twijfel over het feit dat de bal de lijn niet heeft gepasseerd. Maar Ajax wordt nu voor een tweede keer met de neus op de feiten gedrukt. Alderwereld. Weer stapt Van der Heijden uit om te voorkomen dat Alderwereld uithaalt. Dan is die voorzet van Van der Wiel te hard. De bal alleen nog achterin worden binnengehouden door Eriksen. Oh, prachtig! Wat een geweldige sleep! En een geweldige poort was dat, zeg. Prupper zal nog wel een paar keer wakker schrikken vannacht. Als hij dit herbeleeft. Alderwereld. Wordt opgehouden door Van der Heijden. Toch de Jong bereikt. Eriksen. Eriksen schiet. Wat een prachtige goal, zeg. Eriksen eventjes losgelaten door Prupper.
Dan heeft hij tijd, ruimte en ook de capaciteit om de bal stijf in de kruising te schieten. Het is natuurlijk niet voor niets dat de Europese topclubs de ontwikkeling van Christian Eriksen nauwlettend in de gaten houden. Büttner, Van der Heijden, Boni. Bal is binnengebleven. En dan wordt al de wereld bestraft wegens iets te fel verdedigen. Hofs neemt de vrije trap. Dat is een goede vrije trap. Die wordt verlengd en dan van dichtbij de bal op de lat nog. Hoe is het mogelijk? Marco van Ginkel. Eerst die sublieme redding van Kenneth Vermeer op de kopbal van Kashia. Maar dan van Ginkel, ja. Jansen, kwartier gespeeld in de tweede helft van deze boeiende confrontatie. Waarin Vitesse Ajax heel veel tegenstand kan bieden. Al de wereld op Boerrichter. Boerrichter 2-0. Maar nu is het verzet waarschijnlijk toch wel gebroken bij Vitesse. Na deze formidabele uithaal van Derk Boerrichter. En wat een geweldige paas van alle wereld ging daar weer aan vooraf. Niet zijn eerste van vanavond. Boerrichter loopt weg bij Van der Struik die niet oplet. En dan kan de linksbuiten toch wel vernietigend uithalen. Prachtig doelpunt. Zijn derde al deze competitie. Al de wereld. Van der Wiel. Sigthorsson 3-0. En dan gaat het opeens heel hard. Een minuut na de goal van Boerrichter scoort nu Kolbein Sigthorsson. Dit is een handelsmerk. De loopactie naar de eerste paal toe. En wat rond hij het dan soepel af. Sigthorsson. Pakje mislukt omdat de bal in de kluts komt tussen zijn benen. Nogmaals Sigthorsson. Oh! Jongens. Het zijn niet de minste goals die vandaag worden gemaakt door Ajax. Het ene doelpunt is nog mooier dan het ander. Hier vecht Sigthorsson terug en dan haalt hij verwoestend uit. 10 minuten nog in deze wedstrijd waarin de invallers graag nog wat willen laten zien. Maar waarin de spanning natuurlijk volledig is verdwenen. Boni. Tegen VVV lukt het, maar Ajax is van een ander kaliber. Serrero naar De Jong, maar die schiet voorlangs. Tot nog toe is het niet zijn seizoen. Wel speelt hij nu in de punt van aanval na het wisselen van Sigthorsson. Maar de topvorm die hem karakteriseerde vorig jaar ontbreekt nog in dit seizoen. Büttner op avontuur. Bal in de kluts. En verwerkt door Van der Wiel. Maar dan een foutje van Vertonghen. Boni. Boni met een stift op de paal. En dan van dichtbij binnengegleden door Büttner. En dan is Kenneth Vermeer heel boos op Jan Vertonghen. Want opnieuw slaagt Ajax er niet in om de nul te houden. Verder is het natuurlijk een doelpunt van puur statistische waarde. Maar Vitesse krijgt hij toch wel waar het recht op heeft. Een goal in Amsterdam. Daar gaat het fout. Een hakje van Vertonghen. Dat is vraag om problemen. Die problemen krijgt hij. Boni heeft pech dat zijn stift op de paal komt. Maar Büttner is alert en zorgt voor een 4-1 eindstand. Ajax revancheert zich voor het puntverlies van vorige week in Venlo. Maar het verschil met Vitesse was toch minder groot dan deze uitslag doet vermoeden.